Ze heeft geen mooie kleertjes meegenomen voor het kindje, maar ze heeft wel zachte doeken waar ze het kindje in wikkelt. Daarna legt ze het voorzichtig in een kribbe die Jozef gevuld heeft met het zachtste en schoonste hooi dat hij kon vinden. Ze kijken naar elkaar. Ze zijn blij en gelukkig. We noemen hier